In het kader van de komende algemene vrije en geheime verkiezingen in 2020 is het hebben van een goede kiezerslijst van eminent belang. Michael Cromodimejo, coördinator van de werkgroep Kiezerslijsten, zegt dat voor 2020 er ruim 390.000 kiezers zijn. Het aantal kiezers dat sinds de laatste verkiezingen van mei 2015 18 jaar is geworden, is ongeveer 45.000. De verkiezingswerkgroep Kiezerslijsten van het ministerie van Binnenlandse Zaken moet zorg dragen voor een betrouwbare kiezersadministratie en het richtig bijhouden van het kiezersregister. Deze werkgroep produceert de officiële kiezerslijsten uit de Centrale Burgersadministratie. Hierop steunen wij artikel 13 van de kiesregeling, toch vanwege de minister, et cetera, is dat aangegeven. De minister, vanwege de minister worden kiezersregisters bijgehouden. Toch? Vermelding daarin, dat is heel belangrijk, dat in het Centraal Bevolkingsregister opgenomen kiesgerechtigde persoon. Toch? Want wie is kiesgerechtigd? Je moet tenminste 18 jaar oud zijn op de dag der stemming, je moet Surinamer zijn. En heel belangrijk, ingezetenen. En je ingezetenschap blijkt uit jouw inschrijving in het bevolkingsregister. Je moet een goed bevolkingsregister hebben en dan pas kan je een goede kiezersregister hebben. Want het kiezersregister is een weerspiegeling van het bevolkingsregister. Ja. Nou, hoe doen wij dat? Hoe zorgen wij ervoor dat je een goede kiezersregister hebt? Nou, aan de hand van geconstateerde onvolkomenheden, we doen elke keer weer matches om te kijken. Is er informatie daar dat eigenlijk onderzoeken waard is, hè? Bijvoorbeeld? Je kan bijvoorbeeld mensen hebben die actief in het systeem hebben met bijvoorbeeld een ID-kaart dat al langer dan 10 jaar, 20 jaar vervallen is. Mm. Op de een of andere manier is die persoon nog actief in het systeem. En voor ons is dat een beetje vreemd, want hoe doe je bij de banken bijvoorbeeld? Hoe ga je? Want bij de banken let je ook vooral op eigenlijk de vervaldatum van je ID-kaart. Dus je ID-kaart vervallen, word je niet geholpen. Over het algemeen niet. Dat mensen dan langer dan 20 jaar niet naar een CBB-kantoor zijn geweest om iets op te vragen, uittreksel, whatever. Dat zijn gevallen waarbij we dan soms het veld ingaan om even te kijken wat zijn de stand van zaken. Niet alleen dat, we matchen ook met de verschillende bestanden. Soms krijgen we informatie vanuit het buitenland dat iemand bijvoorbeeld van nationaliteit is veranderd. Dan controleren we of dat correct is, etc. En we stellen dan de nodige aanpassingen in het bestand. Een van de activiteiten die in het kader van de kiezerslijsten wordt voorbereid, is de terinzagelegging TIL van de voorlopige kiezerslijsten voor personen vanaf 16 jaar. We doen ook tussendoor naar de verkiezingen toe ook het soort terinzagelegging. We moeten eigenlijk voorlopig terinzagelegging. Ja. Want de wet zegt alleen van een terinzagelegging, dat gebeurt dan februari tot en met maart. Maar voordien dan doen wij ook een soort informele, dat mensen dan langs kunnen komen bij het bureau of op mobiele locatie om te kijken of informatie correct is.